Voor de wedstrijd op de open dag tegen Halsteren kwam ik in een gesprek met Hans Mulders, de trainer, Erik Hellemons en Tim Gillissen met verbinding met de jeugd. En daarbij vertelden ze me dat ik definitief aan mocht sluiten bij het eerste elftal. Mijn hart zat behoorlijk in mijn keel. Dat was, het was een droom die uitkwam, dacht ik op dat moment. Ja, hij heeft me aangenaam verrast. Ik kon hem niet. We hebben altijd al jongens van de A bijgenomen vanaf het begin. Ja, Bodeken, echt geweldig voetballer. Vandaar op trainingen dingen gezien van hem met steekpaasjes en dat soort ballen. Zit er echt een idee achter wat hij doet. Heeft een goed loopvermogen, kan goed wennen en keren. Fysiek moet hij nog wel het een en ander groeien. Maar vooral qua voetbal, hij kan gewoon heel goed voetballen. Mijn favoriete positie is een aanvallende middenvelder. Ik kan ook op rechtsbuiten. Ik moet het vooral hebben van mijn diepte, van mijn loopvermogen. Technisch aan de bal goed, snelheid is in orde. En goals moet ik maken. Het is altijd gevaarlijk, maar mogen we hem kwalificeren als een echt talent? Ja, ik ken hem dan, als ik hem zo zie spelen, absoluut wel. Hè. Aan de kant hoor ik in dat bericht dat hij eigenlijk een aantal jaren iedere keer een beetje twijfelgeval was in de jeugdopleiding. En nu komt hij in één keer bovendrijven. Dus ik vind, je kan hem zeker bestempelen als een talent op dit moment, ja. Ik heb zelf doelen gesteld minimaal vier keer invallen. In de competitie en één keer basis. Ik zei gewoon na een paar wedstrijden, deze jongen moeten we erbij halen. Die is zo goed, die moeten zoveel mogelijk momenten op zunder bieden. En dan zien we hoe dat zich ontwikkelt. Gaat hij alsnog onder één spelen, gaat hij in los spelen of gaat hij in één spelen? Nou, misschien al drie op een gegeven moment wel, hoop ik. Of hoop ik uiteindelijk dat hij één gaat halen. Maar hij heeft het zelf afgedwongen in de voorbereiding. Dus wat dat betreft, en dan is het extra mooi dat het inderdaad vanuit je eigen jeugdopleiding komt. Want dat is voor je uitstraling, voor de motivatie voor de mensen die daar werken, is dat top. Ja, het is best bijzonder. Je vader heb je ook niet zien voetballen, denk ik, actief of wel? Niet veel. Kan je je niet herinneren? Nee, dat kan ik me niet meer herinneren. Ik was toen al wel geboren, maar toen ik 4 of 5 was, toen had hij er al een einde aan gemaakt. Ja, jij moet het van je snelheid hebben. Je vader niet, geloof ik, hè? Nee, klopt. Nee. Ik kan het nog wel herinneren, namelijk. Ja, ik ben wel sneller dan hij, gelukkig. En je opa, wat zijn de verhalen daarover? Wat wordt erover verteld? Een hele grote, sterke speler. Rustig aan de bal, volgens mij. Maar ja, daar heb ik ook niet veel van meegemaakt. Ja, het is wel door mijn hoofd geschoten, dat het dan 3 generaties achter elkaar is.